vibration lezen voor de ster, sun, moon, horizon, sign. Ik wil best wel zeggen bedankt. Bedankt voor de positive energy vibration. De week is de laatste week van februari. De week begint van 25 tot en met 24. Dus van daar. De energy dat is in deze week heeft mee te maken met de vuur energy. De water energy en de aarde energy. Het is een aarde week, oké? Alrighty. Sommige van jullie mannen 45 jaar en ouder, je hebt problemen. Mannen of vrouw, je hebt problemen met je zakelijke partner of op de workfloor en dat soort of ding. En je gaat even een oplossing even vinden, oké? Nou, sommige van jullie op maandag hebben een situatie mee te maken met een fire sign. En dat is een eer in de ram leggen of een weeskool. Nou, daar is best wel positive outcomes en je winst en droom komt over deze persoon. Omdat deze persoon heb je best wel onjuist dingen gedaan en nou de waarheid komt boven water. Sommige van jullie hebben een situatie met some deceptie. De deceptie heeft mee te maken met iemand dat is een waterman weeskool of een tweeling. En hij werkt samen met een ramleier of een weeskool. En whatever de situatie is, je gaat even op te komen en je wordt succes hier over de situatie en je winsten en droom gaat in vervullen. Dan hebben wij de twee van Pentacles. Geld gaat naar je toe komen. En dat is best wel positief. Dan hebben wij de energie van de koningin van de zwaarden. Een waterman, weeskel en een tweeling. En het heeft mee te maken met werk. En het heeft een situatie mee te maken met whatever deceptie dat deze persoon heeft gedaan. Het gaat wezen uitkomen. Nou, daar is een situatie voor sommige van jullie met je huis. Pas op je huis, pas op je zaken. Omdat je gaat even achterkomen. Je gaat iets achterkomen. Wat is gebeurd, oké? Okay? Je gaat even weten. Je gaat achterkomen wat is best wel gebeurd. Nou, als we bekijken, daar is some verdriet met een vrouw. Verdriet met een vrouw, dat is een ramleier of een weeskool. Maar nu krijg je een nieuwe start en een nieuwe beginning. Voor jullie man en vrouw, 45 jaar en ouder, sommige van jullie zal en moet luisteren naar je eigen intuïtie. Whatever de situatie is en wat speelt, luister naar je eigen intuïtie. Oké? Daar zijn heel veel nieuwe kans komt op voor jullie. Heel veel positieve nieuwe kans, heel veel dingen. Heel veel nieuwe dingen komen op je pad en dit is best wel goed. Met je materialistic benodigd succes. Succes met geld. Succes over deceptie. Whatever deceptie dat speelt, succes komt hier. En je gaat best wel goed hier uitkomen. Nou, een dame dat is een ram, leier of een boodschatter. Je krijgt een nieuwe stad over een nadelijke, horrible, negatieve dingen. Dat is gebeurd. Nou, we hebben de energie van twee kaart hier. We hebben kaart 1 en kaart 2. Kaart 1 zegt de energie van de parrot. Wacht. Zorg. Maak voor zorgen over wat je zegt. Maak voor zorgen over wat je zegt. Dat betekent wat je zegt zal in vervullen komen. Wat je zegt zal in vervullen over. En deze zegt de was geest. De leven kan sting. Nou, wat zie ik vaker opkomen in de lezing sinds ik zit de lezing om te doen? 9 en 10. Dus een situatie wordt beëindigd en een nieuw start. De 10 is de raad van fortune. En wat ik zeg is soms de leven, daar is zoveel conflict en obstakel en zo. Maar het komt best wel positief uit en dit is best wel goed. Dames en heren, ik wens je een zeer positieve week. Toegediend, namaste, tot volgende keer.